Stap 1. Controleer of de persoon nog bij bewustzijn is. Stap 2. Controleer of de persoon nog ademt. Stap 3. Bel de 112. Stap 4. Beginnen met reanimeren. Ik voetbal zelf ook en ik kijk ook naar het EK. En ik heb hem zien flauwvallen op het nieuws, Christian Eriksen. En toen dacht ik van, oh nee, hopelijk komt hij weer tot leven. Hopelijk gaan ze hem vlug gaan helpen. Bij het reanimeren moet je je handen in het midden van de borstkas plaatsen. Twee handen en dan heel hard duwen. Jullie moeten u niet inhouden. Zet maar volledig uw gewicht op die poppetjes. Om eigenlijk die borstkas een beetje proberen in te duwen en dat hart te masseren. Je kent wel het liedje Baby Shark. En dan moet je op dat ritme doen. Ik zal het even voortonen. Baby Shark. Baby Shark. En zo voort. Ik vind het wel belangrijk als iemand op straat ziet liggen, dat je dan direct weet wat je moet doen en niet eerst 10 minuten wacht om het dan op te zoeken op je gsm of zo en dan pas te kunnen doen. Per minuut dat je wacht gaat de levensduur met 10% verminderen, dus je moet heel snel kunnen beginnen. Ik vind het belangrijk zodat ik ook zelf levens kan redden, zodat ik ook andere mensen kan helpen. De video heb je gecheckt, nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.